activiteit, wat is dat voor u? Tennissen, wandelen en fietsen. Dat klopt, doe ik ook. Tennissen, wandelen en fietsen. Sportiviteit is voor mij goed met elkaar omgaan, op het veld en buiten het veld. Sportiviteit is kolom met elkaar omgaan. Paragames, dat is sportiviteit. Ja. Of gezamenlijk fietsen, of gezamenlijk wandelen. En, ja, en tennissen doen we ook met z'n achter. Dus een team. Teamsport. Bezig zijn. Lichamelijk, met een redelijke lichamelijke belasting. Ik loop elke dag met mijn hond 1,5 uur in het bos. De politiek, vindt u dat de politiek sportief is? Nee. Ja, sportiviteit vind ik eigenlijk als de mensen eerlijk met elkaar omgaan. Ik spreek met Faisal Boulakjar, raadslid D66. Hoe sportief ben jij? Redelijk sportief. Ik doe aan voetbal. Dus iedere zondag speel ik nog een partijtjes. Ik zwem regelmatig. Sinds kort, niet lachen, maar doe ik aan Wing Chun. Dat is een kung fu stijl. Oké. Okay. Ja, dus niet bang worden. Dus, nee. Ik doe het pas sinds kort, dus zo goed ben ik er ook nog niet in. En fitness natuurlijk, regelmatig in de sportschool. Die nieuwe vechtsport, is daar een reden voor? Heeft het iets met politiek te maken dat je dacht ik moet dat gaan doen? Nee. Een vriend van mij die is na een wereldreis door, vooral door Azië, heeft hij zijn eigen kung fu stijl ontwikkeld. En heeft hij mij gevraagd, wil je meedoen? Dus ik doe daar. Maar is het een nieuwe stijl dan? Ja, zijn eigen stijl. En zwaar? Ja. Ja, heel zwaar. Vergt ook veel discipline en zit ook natuurlijk een stukje meditatieoefening in. Maar, ja. Maar dus voetbal, zwemmen, nieuwe vechtsport en fitness. En wanneer doe je de politiek? Ja, op de dagen dat je de commissies in de raad en in de avond en op avonden zoals nu. Hey, en hoe hard heb je sporten nodig? Ja, het is wel een. Kijk, ik doe het al heel mijn leven eigenlijk sport, vanaf jongs af aan. Ik vind sport wel belangrijk om in ieder geval bezig te blijven, om sportief, om fit te blijven en ook om geestelijk fit te blijven natuurlijk. Dus, en natuurlijk ook een sociale binding met de omgeving. Dat vind ik wel heel belangrijk. Ah. En waar voetbal je? Ik voetbal op dit moment bij PCP. PCP? Dat is een kleine voetbalvereniging in Brabant Park. En welke positie heb je? Alle posities, linksback, middenveld, linksbuiten, spits, dus waar het team mij nodig heeft, behalve keeper. Keeper niet? Nee, dat kan ik niet. Oké. Okay. Hey, en hoe zou jij sportiviteit willen omschrijven? We sporten recreatief. Dat wil zeggen dat je gewoon gezellig met elkaar bezig bent, sportief met elkaar bezig bent. Tuurlijk mag je tijdens de wedstrijd even wat fel zijn, maar na de wedstrijd vind ik dat je gewoon samen een biertje of een kopje thee kunt drinken en elkaar de hand schudt. Dus dat is voor mij sportiviteit. Dus op het veld goed er tegenaan, maar daarna goede vrienden? Ja, absoluut. Hoe is dat dan voor jou in de politiek? Neem je die sportieve gedachten mee naar de politiek? Ja, absoluut. Ik probeer altijd samenwerking met andere partijen te pakken, te vinden ook. En dat gebeurt ook. Dat zie ik ook met mijn collega's van andere partijen, met name Daan Kuaars en Jeroen Bruins. Daar trek ik veel mee op het gebied van sport. Dus, en Daan is VVD. En ja, Daan Kuaars, VVD en Jeroen van CDA. Klopt. Allebei sportwoordvoerders. Is er een parallel te trekken tussen politiek en sport? Vind je? Ja, ik denk het wel. Het kan er af en toe hard aan toe gaan. Maar achteraf drink je samen een biertje. Of een kopje thee of een kopje koffie. Dus die parallel zie ik zeker. Teamsport? Een team in de politiek? Je zet de beste spelers op de juiste plek. Of tenminste de juiste spelers op de juiste plek. En zo probeer je een sterk team te vormen. Dat heeft wel parallellen. Dus je zou een raad ook als voetbalteam, elftal, 39-tal kunnen zien? Ja, 39-tal. En natuurlijk met een coach, een goede coach. Dat is dan in ons geval dan de burgemeester. Die dan zorgt voor de juiste sfeer. En ik heb niet over de coach als trainer, maar als verbinder, precies. Ja, oké, dankjewel. Zou iemand die over sport gaat in de politiek, zegt de wethouder sport of in de minister, ik weet even niet welke minister sport heeft, maar zou die ook aan sport moeten doen? Ligt eraan hoe oud hij is. Dat weet ik niet, nee. Zal zeker goed Misschien zijn. Wel, ja. Zal zeker gezond, goed zijn. Hè? Zal wel gezond zijn. Iedereen moet sporten, sport is gezond, zeggen ze altijd. En zo help je ook de stimulering tot een gezonde levensstijl en
Ja, je houdt er ook sociale contacten mee over. Ik vind wel dat je het goede voorbeeld moet geven. Als je dan vindt dat iedereen meer aan sport moet doen bijvoorbeeld, dan moet je zelf wel het goede voorbeeld geven. Als je zelf in de sport zit, dan weet je wat er op de velden aan de gang is. En op het moment dat je dat weet, kun je daar ook beter over besluiten. Ik vind niet dat het per se hoeft, maar ik vind wel dat je er wel wat vanaf moet weten voordat je dingen roept. Ik vind wel dat er ook wel een minister van sport mag komen. Die is er dus niet, hè? Volgens mij ook niet. Nou, Richard Krajicek, dat vind ik wel een heel goed iemand, die mag dat voor mij wel doen. Een goede tip. Richard Krajicek, minister van sport. Oh, doet er wat mee. Ja, dank u wel. Ik spreek met Sanne Bijlsma, PvdA. Wat doe jij aan sport? Ik ga minstens één keer in de week, of doe ik een poging toe, bootcampen in het Masbos of in het Valkenberg of hier ergens in de stad. En wat is bootcampen precies? Ja, bootcampen zijn heel veel verschillende dingen, maar het is lopen, maar ook eigenlijk allerlei oefeningen die goed zijn voor je lijf. Planken, je kan het zo gek eigenlijk niet bedenken. Planken is buikspieren, hè? Nee, planken is echt een soort van push-up en die positie vast proberen te houden. Ja, maar het is in ieder geval in de buitenlucht. De singellopen gedaan? Daar heb ik al een aantal keren meegedaan. Echt waar? Ja. Heb je nu een streven voor de singelloop? Mijn streven was dus de 10 kilometer lopen binnen een uur. Maar toen kwam de zomer, toen kwamen allerlei dingen op mijn pad, zeg maar, in de politiek ook onder andere. En ontstoken teen, dus dat ik mijn doelstellingen ook iets heb bijgesteld. Dus als ik hem nu ga lopen, ben ik al heel blij. Dan is het de 5 kilometer? Dan is het de 5 kilometer. Ja. Nou, maar en dus politiek zit het sportief zijn wel een beetje in de weg? Ja, nou, ik zou wel graag nog sportiever zijn of zo. Maar ik heb bijvoorbeeld, ik sport graag een teamverband, maar dat lukt eigenlijk nauwelijks. Als je ook dat wil combineren met en politiek en ook nog enigszins een sociale leven wil hebben. Want de single ook, dus die heb je al een paar keer gedaan. Ja, we hebben als Partij van de Arbeid hebben we ook altijd een team eigenlijk die meeloopt. T-shirts ren je rood. Maar er lopen veel raadsleden wel mee. Dus dat is ook wel heel leuk om te zien. Trainen jullie samen ook? Als raad lopen we niet gezamenlijk. We hebben wel gezamenlijk gevoetbald. Dat wel. Er zijn kampioenschappen voor raadsleden? Kampioenschappen? Klinkt ook zo. Ja, het zijn echt serieuze kampioenschappen. Daar hebben we aan meegedaan, daar was ik zelf alleen niet bij. Maar onlangs hebben we ook bijvoorbeeld tegen de asielzoekers in de Bospoort gevoetbald met een team. Ik als enige vrouw, dus volgend jaar moeten we echt wel meer meedoen. En je zit in de commissie maatschappij, valt sport daaronder? Ja, klopt. En wat zijn de dingen wat jullie nu bezighoudt op het dossier sport? Dus onlangs wel aangegeven dat er een aantal knelpunten liggen op het gebied van brede sporten bijvoorbeeld. Dat er kleedkamers en dat soort dingen te weinig zijn of veel sterk verouderd zijn. En dat betekent ook dat nu in het nieuwe bestuursakkoord, wat dus deze zomer is gesloten, dat daar extra middelen voor beschikbaar zijn gekomen om een deel van die knelpunten op te lossen. De sport is wel een belangrijk punt voor de gemeente. Ja, een van de. Ja. Ja. Sportiviteit. Ben je sportief? Dus buiten dan letterlijk sportief? In algemene zin? Ja? Ik ben wel fanatiek en af en toe een beetje competitief ook wel. Maar ik denk dat ik ook wel sportief ben. En wat, hoe komt dat, hoe komt dat tot uiting in de politiek? Net zoals in sport denk ik wel. Gewoon fair play en teamplay. Belangrijk. Dus, Moet je ook zelf sport bedrijven om over sport te kunnen besluiten in de gemeenteraad? Ik dat hoeft niet per se, denk ik. Maar ik denk dat het wel helpt om een beetje feeling erbij te hebben. Ja. Oké. En dat maakt niet uit. Kijk, als je nou tot je 60ste actief hebt gesport en op je 65ste zit je in de raad, dan denk ik dat je daar echt al iets van vindt. Of als je kinderen hebt die sporten. Stel een dilemma, hè? Stel je loopt de 5 kilometer en je bent met een clubje en je ziet een raadslid achterop raken. Oh, een raadslid ook echt. Ja. Wat doe je? Ik vind het wel grappig. De eerste keer dat ik hier de single loop liep,
toen was ik echt eigenlijk verbijsterd. Want toen echt een 10 meter voor mij, toen ging echt iemand keihard op zijn plaat. En er waren echt mensen die daar gewoon zo omheen gingen of overheen sprongen. Gewoon echt met oog op de klok en de tijd van dat wil ik halen. Nou ja, zo zit ik niet in elkaar. Maar of ik op een raadslid, ik denk dat wij gewoon wel van tevoren met elkaar zouden afspreken. Van gaan we of als een team lopen of gaat iedereen voor zijn eigen tijd. Want hardlopen samen is best wel lastig, want iedereen heeft zijn eigen tempo. Okay. Dus ik denk dat ik van tevoren afspraken zou maken. Oké. Okay. En nu een diplomatiek antwoord, hè? Ja, heel diplomatiek. Ja, je zit ook al wat langer in de politiek, hè? Want hoeveelste jaar is dit? Het is mijn tweede periode. Dus, 5,5 jaar nu. En ja. Je staat in de raad en er is iemand die houdt een heel betoog, maar die komt er niet meer uit. En van de oppositie, wat doe je dan? Helpen? Of iemand van de oppositie? Ja? Nou ja, ik denk dat dat niet zo heel veel uitmaakt. Of iemand van de oppositie of coalitie in dat geval is. Maar op het moment dat je dan een beetje kan ondersteunen of even een vraag kan stellen om iemand weer even op het gemak te stellen, dan loop ik daar niet voor weg. Dus dat is natuurlijk ook een soort van sportiviteit, hè? Ja, maar ik denk ook dat je politiek niet echt alleen kan doen. Dat het ook echt een soort van teamsport is. Want alleen bereik je gewoon niet zoveel. Dus. Nou, dankjewel. Heel veel succes mocht je wel gaan lopen. Wat is de tijd die je wil gaan lopen dan? Nou, dat wil ik zeker binnen het half uur, maar ik ben ook zwanger. Dus dat is echt maar de vraag of ik dat ga halen deze keer. Daarom ook mijn twijfel of het wel allemaal lukt. Ik moet wel echt even fit zijn. Nou, gefeliciteerd. Dankjewel. Bent u sportief? Ja, heel sportief. Ik fietsen. Misschien mijn leeftijd vind ik van wel. Ja, wij fietsen veel. En vindt u in de politiek dat ze sportief zijn? Nee, ik denk niet altijd. Ik denk dat kun je eigenlijk een beetje doorheen kijken dat dat niet gebeurt. Nee? Nee. Want waar merk je dat aan? Dus als we iets meer samen zouden werken, zouden we veel meer bereiken. En iedereen is alleen maar bezig met een eigen statement proberen te halen en losse vlotters afschieten. Dus wat jou betreft mag er wel wat meer sportiviteit in de politiek? Sowieso. Is er sportiviteit in de politiek wat u betreft? Nee. Nee, met politiek hou ik me niet zo bezig, maar sportiviteit, ja, er valt wel wat te lachen in de Kamer, maar ik vind vaak dat de onderwerpen niet zo erg serieus zijn. Dat er zoveel tijd verloren gaat aan onderwerpen die niet relevant zijn. Ligt eraan over welke kwestie dat het gaat natuurlijk, want er zijn verschillende items die nu hot topics zijn. Ja. En zou het wel moeten? Ja, ik denk wel dat het eigenlijk nodig zou zijn om de samenleving op peil te houden, ja. Hoe sportief is onze raad, is de vraag. Daar praat ik mee met Jeroen Bruins van het CDA. Ja. Hoe sportief ben jij? Ja, ik denk dat ik bovengemiddeld sportief ben. Ik sport, denk ik, minimaal 4 keer per week. En wat doe je aan sport dan? Hardlopen. Ik doe voetbal. Ik heb een eigen vriendenelftal. En ik ben ook nog vaak te vinden in de sportschool. Zoek je ook dan uitdagingen in je sportiviteit? Kijk, sport gaat er volgens mij om jezelf tot het maximale te brengen. Of in ieder geval zou het moeten gaan. Daarom is sport ook belangrijk voor mensen. Kijk, met mijn vriendenelftal willen we gewoon een leuke pot voetballen en een keer trainen en de gezelligheid en ook winnen, hoor. Want ja, je gaat niet het veld op om te verliezen. Maar bijvoorbeeld in het hardlopen heb ik wel degelijk een doel. Ik wil die halve marathon in Singen lopen een keer lopen. En misschien op een duur wel een marathon. Maar ben jij de enige in de raad die Singen loopt doet? Ik weet wel dat dat er wat wethouders ook meelopen. Ik mag met het gemeenteteam meelopen. Dat is me met de Wings for Life goed bevallen. Toen heb ik ook met een groep namens de gemeente mee mogen lopen. Toen hebben we 25 kilometer mogen halen. En ik loop nu mee in team 1 van de gemeente om daar ook als team een mooie prestatie te doen. En dat zijn 11 teams van de gemeente met ambtenaren. En daar zitten dus volgens mij nog wel een paar raadsleden bij, maar in ieder geval een paar wethouders. Maar dus 11 teams, hoeveel zitten er gemiddeld in een team? Ja, dat zijn er 4 of 5 afhankelijk. En dat zijn ook de verschillende afstanden. Hè? Dus, dat hebben wij een sportieve gemeente. Ja, Breda is ook heel sportief. Als je ook ziet wat ik
vind ik ook mooi om te zien. Mijn vader is ambtenaar en die heeft jarenlang met de gemeente in die mooie rode shirtjes met de drie kruisen erop naar het Nederlands kampioenschappen voor ambtenaren mogen gaan. En Breda doet het daar elk jaar goed. Ja? En ja, dat is toch wel mooi voor onze stad. En ja, ik denk dat we dat ook wel hier in de Singeloop zien, ook altijd de shirts van de gemeente. En als je dan met die Wings for Life in Zundert komt en zegt, dat zijn de mannen van de gemeente. Ja, dan denk je, dat is toch mooi. Want dat zorgt er wel voor dat je eigen laat zien als gemeente. En nu hebben we ook een burgemeester die geloof ik ja, die is volgens mij ook vrij sportief. Hardlopen is misschien niet helemaal naar zijn bouw, maar fietsen heb ik hem laat zien doen. En daar weet ik dat bijvoorbeeld Thierry van de VVD ook mee geweest is. Die hebben de steden gereden. Ja, ik denk dat sport gewoon heel belangrijk is voor de mensen die hier ook het beleid mogen bepalen en mogen uitvoeren, want het is een soort ontspanning. Hey, is er een parallel te trekken tussen politiek en sport? Ik denk het wel. Politiek is ook volhouden. In sport moet je ook volhouden. De eerste keer is niet leuk. De grote stukken zijn lastig door te komen. Naarmate dat je dat vaker doet, wordt dat ook makkelijker. Nou, hetzelfde met hardlopen. De eerste keer lopen is niet leuk. Hoe je het vaker doet, hoe makkelijker het wordt, die afstand. En dan ga je toch die lat weer verleggen. En het is ook gewoon volhouden. Je krijgt niet meteen je gelijk. En dat is ook, je wordt ook, dat is weer de mooie parallel met de voetbal. Je wordt geen kampioen met één keer winnen. Nee, je moet al die wedstrijden winnen. Of in ieder geval één keer meer winnen dan je tegenstander. Of je nummer twee in die competitie. En ik denk dat dat in de politiek ook is. Het is constant proberen die bal af te pakken van de ander. En dat heel het raadseizoen vol te houden tot, en dat voor 4 jaar. Dus het is ook een duur sport eigenlijk. Ja, en naast sport heb je ook sportiviteit. Stel, je loopt in de Singeloop en de PvdA loopt bijvoorbeeld ook mee. En die loopt, blijft achter. Ga je er helpen? Of, de Singeloop niet. De Singeloop niet. Oh, oké. Waar wel? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat je ze hier af en toe zal moeten inspireren om mee te gaan. Hier in jouw is in gedachten. De politiek. Ja, bedoel je? Dat is niet alleen aan de PvdA. Maar als jij iets hebt waar je samen iets weg moet zetten. En dat denk ik wel hier in de politiek. We zijn samen gekozen en je moet samen zorgen, bijvoorbeeld op het domein van sport, omdat we het over sport hebben, dat er over 4 jaar gewoon de sport minstens zo goed is in Breda. Of dat er toch nieuwe accenten zijn gelegd die de verbetering vinden. Want ja, we zitten hier niet om dingen te verminderen. Kijk, in die singeloop gaat het om die tijd. Als je samen in een team loopt, stel dat we mee zouden lopen met de gemeenteraad, ja, dan kan ik 2 dingen doen. Dan kan ik zelf die snelste tijd wegzetten. Als het PvdA-raadslid of van mij een ander raadslid daardoor ergens halverwege het niet meer ziet zitten en die zakt weg, dan heb ik niet als team de beste eindtijd. Maar als ik wat inhoud en we lopen samen een goede tijd wel. Okay, of dus, als team. Hoe is je politieke sportiviteit? Ja, ik ben wel een teamplayer. Want ik heb er niks aan als ik mijn gelijk misschien wel heb, maar als de ander het niet begrijpt of het me niet wil geven. Het is samen daarmee elkaar wat geven en nemen en eruit in te komen. Ah. En daar hoort ook fair play bij. Ik denk dat als je uitgaat van dat je vanuit je eerlijkheid en vanuit je fair play je politiek bedrijft, dat je dat ook terugkrijgt. En ik denk dat dat ook belangrijk is in de sport. Voor mensen buiten de gemeenteraad. Dat als je sportief bent en sport beoefent, dan leer je winnen en verliezen. Dan leer je daarmee om te gaan. Maar dan leer je ook dat je je emoties onder bedwang moet hebben. Omdat je anders gewoon een slechte verliezer bent. En dat is ook belangrijk voor die gemeenteraad. Ja. Winnen en verliezen doe je samen. En dat geldt ook voor de politiek? Zou moeten zijn. En ik denk ook dat is in ieder geval wel mijn insteek. En ik hoop dat anderen er ook zo in zitten. Heel veel succes. Dank je wel. Dank je. Wat is voor jou sportiviteit? Dat je sportief met elkaar omgaat. Dus niet per se dat je goed kan sporten, maar dat je gewoon tegen verliezen kan en dat soort dingen. Dat is voor mij sportiviteit. Ja, ik sport wel, ja. Maar je weet veel van de politiek? Ik volg het, ja. Ik volg het. Oké. Yeah. Politiek en sport zie ik niet samen. Nee. Als je kijkt naar wat ik sportief vind, dat je andere mensen gewoon respecteert, dan denk ik dat het met de politiek een beetje ontbreekt. Maar zouden een stad moeten zorgen dat iedereen in ieder geval die wil zou kunnen sporten? Ja, ik vind van wel. Ja, zeker. Ja? Ja. Mag je voor de prestatie gaan of moet je voor het team gaan? Hoe moet je daarmee omgaan? Samen met het team voor die prestatie gaan. Dat is een mooie politieke uitspraak. Daan Kwaars, VVD. Waarom zijn we eigenlijk bij Sprint?
Nou ja, eens in zoveel tijd gaan Faisal en Jeroen en ik op locatie zeg maar, met elkaar eens even kijken, de sfeer proeven en de locaties zien. Hè? Want we vinden wel met z'n drieën dat als we over sport praten, dat we ook moeten weten wat er speelt. Ja, dan gaan we gewoon gezellig aan tafel zitten en dan bekijken we eens wat we zouden moeten op de lange termijn met de sport in Breda. Zeg maar, dat zijn gewoon leuke gesprekken, een beetje denktankachtig over hoe we de sport willen zien ontwikkelen. Want in hoeverre staat sport op de politieke agenda in Breda? Nou ja, dat verschilt een beetje. Je zag dat het vorige college sport goed op de agenda heeft gezet. Hè? Ook extra geld ter beschikking stelde. Je ziet dat dit college dat weer doet. Dus eigenlijk staat sport wel structureel op de agenda. Ik denk dat voor Breda, en dat zie je aan deze samenwerking ook, hè, dat die eigenlijk door oppositie-coalitie heen loopt. Breda een van de weinige steden in het land is waar structureel geld voor sport erbij komt de laatste jaren. En nou ja, ik denk dat dat wel een verdienste is van de politiek in Breda. Dat ze sport niet als kind van de rekening zien. En hebben we het dan over topsport of breedtesport? Ja, we hebben het over allebei. Zowel de breedtesport kan niet zonder de topsport kan niet zonder de breedtesport. En ik denk dat ze in Breda laten zien dat er een tal van evenementen zijn, zowel in de top als in de breedtesport. Kijk naar de Wings for Life Run, kijk naar de Eneco Tour of de Single Loop natuurlijk, hè, grote trots van Breda. Maar ook zeg maar de breedtesport, zoals de voetbal, de hockey, de handbal, zijn sporten waar we natuurlijk veel over praten en energie en ook financiën in stoppen. Want kun je stellen, een stad met gezonde inwoners maakt een gezonde stad? Ja, ik weet niet of het zo generiek moet zien. Wat ik wel weet is dat op het moment dat je sport en als je je gezond voelt, dat gewoon goed voor je is. En ja, of dat dan een stad gezond maakt, dat, ja, die stelling zeg maar, die durf ik niet helemaal aan. Maar ik denk dat het op individueel niveau gewoon goed is op het moment dat je in beweging bent en sport. Ja. Zijn er eigenlijk lijstjes van steden die de gezondste willen zijn? Ik ken ze niet. Nee, ik denk dat er gegarandeerd voor alles inmiddels een competitie bestaat. Dus of je nou de onderwijsstad, de gasvrije stad, de Bourgondische stad of de meest sportieve stad bent. Ik denk dat die competitie er al is. En als die er niet is, zeg maar, dan hebben we bij deze verzonnen en dat doet Breda met liefde en plezier mee. Oké, dankjewel.